Nou, Joet, weet ik het zeker. Het woord genietjen is in Friesland uitvoen. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Dat Joet van harte prachtige snitser Marwaai komt. En dat Joet een nog prachtiger wedstrijd weer van de SKS. Viertje Scootjes in Street in een prachtige win om dat eerste plak. En daarover praten we vanzelfs naai in het Scootjesjournaal. Dat doggen we even wat oors. Net met een skipper, maar wij doggen dat met een theatermakker. Volkert Wesseling, hij helpt zijn inspiratie uit Wetterwaai. En wie hoort met ons wedstrijdboordje. En helle daar weer hele oren inspiratie uit waai. En Harmen Brouwer, hij zielt mij op het drachtste scootje. Geen skipper, maar hij zielt wel mij. Hij speelt het in het stik Skippersbitter. Dus ek, toneel, theater. Daarover en vanzelfs hoe het scootje zielen zelf. Dat doggen we met Sippy Tichelaar, die het haar oude gevoel weer omkriegen. En de scootjefan, die zit ik weer in het scootjesnaal. En scootjefans, die winder ik weer. Manmachtig, op de snitser maar. Winnen je nog scootjefans? Dat we naar je studio voorbij komen zeggen hier op een snitser. Maar dat is een grapje, hè? Want we hebben een fantastische studio daar de gasten al klaar zitten. Uit zijn Sippy Tichelaar, want die zit je in Jonkermij. Sippy, de mocht van middie mooi geertje mooi. Het tweede hier, dat is net bij het Scootjesjournaal bist. Oh, wat zou ze in het ophellen hebben. Ah jongen, het was geweldig. En zeker hier hè, op een snitser, maar dat is altijd super. En als zo'n start, zo'n eerste start, nou, juster, ja, juster wie het geweldig in Jelle wordt. Maar hier, ja, dan krijgt iedereen de romte en dan maakt ze het goede plakken. En dat hebben we goed gezien. Kriegen ze dat oude gevoel, ik weet waarom? Ah ja, de zenuwen in de maag van tevoren. Ja, maar dat jet er een beetje bij. En als ze los binnen, dan is het kleren. En als we dan de eerste boppers de tonnen horen, hè. Dan ben ik er weer. Maar de hoed is nou niks te zezen. Ik hoorde niks te zezen, ik hoorde alleen maar te schreeuwen. Ik voel het toch wel noodzakelijk om het even op te schreeuwen. Dat gaat dan vanzelf. En die kamer hield niet op dat eerste plak. Hè. Ja. Maar wie hier alles natuurlijk. Dit wie echt het scootje ziel, zat je dat herwollen. Mooi wien, mooi. Een mooie route, een hele mooie route. En natuurlijk dan wint degene die ik van de commissie is zielt, Heerenveen. Nou, fantastisch. Ja, het is een zaak van de thuiswetters. Thuisvoordeel. Want er wordt alleen nog maar op thuiswetters woon je. Ja, maar hier draagt een ijs ik even winnen, ja. Matten. Hè? Ja, het kan net altijd feest zijn. Het kan altijd feest zijn, maar nu weer het wel feest. Ja. Ja. Wij sjoggen even naar het wedstrijdverslag. En dat wordt verzwaardigd door Elke Lok. Drie dagen hadden die scootjeskeepers in Brekkemek besild en nu komen ze op Iepenwetter. Het is mooi waar. Ja, wedstrijdleider Jan Makkeke, je had vannacht net slept zelf om er een mooie route in te lezen. Nou, ik heb des te beter geslapen. Alleen waar je dan op hoopt is dat de wind op de lengte van het Snekemeer staat. En dan moet je toch een wat zoveel mogelijk zuidwestelijke wind hebben. En dat zag er gisteren niet naar uit, ben ik heel eerlijk in de weersverwachting. Hij dreigt echt west te worden en dan kom je op de korte kanten van het meer. Maar toen ik vanochtend de boeien uit ging leggen, toen bleek het allemaal veel gunstiger. En desondanks gaf Piet Pauwsma dat hij toch nog wel wat westelijker zou worden. Maar hij ligt er nog prachtig bij, dus dat belooft wat. Ja, dus hij is vandaag wel slept? Ik heb best geslapen. Ja. Nou, dan maakt ze nog maar los. En dat koe ik mooi van het go-in. In één keer raak bij deze start in ter henne van een hele, hele mooie wedstrijd. Dat zie je onderin. Daar zie je Jereveen, daar zie je Jenne Waard, daar zie je Ljouwert. En eigenlijk moest je des ambitie zitten en net in de midden. Want ja, je rekt de Jouwer al onder de lemmer. En dan maar bij de hele mannen zijn vooruit te komen. En dat weer net helemaal de situatie. Maar zo bij de bovenste tonnen,
Er zit inderdaad Jere Vinger, die komt er goed uit. Git van het hele spul los. Git er van iedereen los. Ja, git van iedereen los. En dan komt er op een ton en Alco Reinga die vroelt zich eens even om me hollen. Zeg van, jongen, kom ik nou eerst om de ton en even zien wat al die oren doggen. Nou, dat viel erachter. Ja, dat ziet heel interessant eigenlijk in elkaar. Daar kwamen Grauw kwamen daar en Walsijn kwam daar en Lemmer kwam daar en Langwaard ziet er al eer. Het was eigenlijk wel heel spannend en Jan Waard die ziet voort op het tweede plak. Nou ja, dat is een ding die al een wedstrijd won had. Dus Alco Reijingen die helemaal net zag gereisd door wat dit koe. Nou, Walsijn ziet er mooi tussen, een mooi start. Dus dat koe al eer. En dan ging je van het lapje naar de pier in ter henne om de meeste derk nog wat geniertje te letten van de scootjes, 14 scootjes op wijnen die pier in ter hen met de meeste kunnen al je zitten. En hij weer vier voorop, Alco Reijingen. Want die oren zie je het al je de west in dat einde van de win. En die konden net oors als voortkomen. Maar Alco hier wel in de gaten. Als ze in de wedstrijd dichterbij binnen en ze komen dan gauw bij me, ja, dan ben ik misschien wel verlen. Grauw komt dan goed naar voren. Lang waar zit hij? Jenne Waard die intussen al voort. Wat zijn zit er nog? Lemmer zit er nog. Ja, het wie nog een griepers. En het wie hullen net zo aardig voor al die orenscootjes die daar achteraan komen. Want ja, je moet dan hultiet om een oor heen. En dat is wel wat lastig. Want dan maak je soms eens even wacht. Je krijgt ze hier bij Huizendorp. Twa putsen in het wetter. Om maar te remmen. Je hebt een orenmethode. Dat is zouden jouwen. Die leidt hem gewoon ergens tussen. En ja, dan krijg je een heel beetje spul bij de tonnen. Stil achter de snit zitten ze. Maar Huizem, daar ben ze een beetje lulkig. En hand meestal maar de wiesvol van dek hebben we wel heen en nog naar beneden. Want we moeten nog tussen, we moeten eigenlijk onder die tonnen. En daar ben ze eigenlijk bij Huizem heel ontevreden hoor. En beide loeken dan ik een protestvlagje, maar dat wordt letter in de wedstrijd weer inlutsen. Jervingen dus onkap, onderliering. Heel onverwacht, want Alco Reijingen is vorig jaar als laatste eindigen. En die besieken er nu wat meer van te meiden. En wat zijn en Langwaard kwamen naar Jenne Waard dan op het tredde en het vierde plak. Langwaard, die rekken een oude mei wat zijn. En die had de hele midden op een comfortabel tredde plakje. Hield achter tussen beide man Jervingen en Jenne Waard. En wij wisten absoluut net wat het winnen zou. Maar dit is de beslissende slag. Hij mat een opschitterke meidje, Alco Reijingen, om boppen die tonnen te komen. Maar hij komt er boppen en dat betekent dat Jenne Waard dan voorlopig eerst even dag is. En ze maar van nou, ik mag deze wedstrijd maar even wat op een geduld wachtje om voor te komen. Jere Vinger voorop, Jenne Waard erachter en dan zie je hem Langwaar en Waard zijn. Dat ben de eerste vier en die rijdt je er een beetje uit. Hey, hier is een protestvlag bij Douwe Visser van Snits. Hey, wat vervelend, dat hebben we net zien ondertussen. En we zitten die oren protestvlaggen, ja, net in deze situatie. Maar de hele mannen die rekken het onder de tonnen. Maar die zit bij Akkerum aan boord. Akkerum en Snits had dus een protest in elkaar. En dan zie je hoe het achter Jereveen gaat. Jenne Waard gaat tred om de tonnen. En Langwaar gaat als tred om de tonnen. Nou, en dan komt Walsijn. Er zit Grauw wat zin aan. Grauw denkt van, ik wil naar voren. De kampioen van vorig jaar. Maar je toch naar voren komen en in zo'n wedstrijd met zoveel ruimte zit. Maar dan komen ze net helemaal goed. Ken ik er wel achter Lars of Douwers in Arne Sjerkstra. Nou, hij kent het krek achter Lars. En dan is het ik clear van dit. En dan komt de snitser al aan en dan zit die jouwer erbij. En toen dachten wij, nou, de matje doren van deze competitie, die zullen oer de oren hinnigen. Wie net zo. Hij bloedt voorop, Alco Reijingen. Prachtig, zielt, joert, schitterend de route hult hij dien. En de oren komen daar achteraan. Wat zijn die rekken hier oude mij eigenlijk Snits en Grauw? Zei van, nou ja, ik wil wat verder voortkomen. En de kamer ik hult het en Grauw moest de oude jekje. En deze man, ja, jouw kamer ik net onderpas die hier. Ik moeite genoeg om de zaak oerijn te horen. Moest hier alles even loslitten en dan kun je verder, want de bemanningen hier wel redelijke sfeer in deze wedstrijd. En dan kon je Jereveen hier nog één keer dat er ja, een beetje rimpelig om de tonnen kwam, weer een opstekker kwam moest. Maar de winst wie je doet eigenlijk al veilig, zoals je ze kent. Wat kwam Jenne Waard in het laatst toch nog weer wat dichterbij. Dichterbij. Maar voorlopig, wie dat net zei, heerlijk gevoel is dat je voorop is op eigen wetter. Zat Alco Reijingen hier. En wat zijn die dik nog goed, dit goed.
weefde al met oren en weer vierde. Maar hij weer de eerste. En hij viel hem zo lekker. Nou, dat helaas is zonder mis. Ik wil blikken die. En alhoewel, dan hij in het allerlaatste dag komt Jenne Waard dichterbij. En ze passen op elkaar. Dus Jenne Waard draait. En dan gaat Jereveen, die draait onmiddellijk mee. En ze gaan dat tien achter elkaar terug. Ik denk dat ze wel 15 keer Sawat draait had. Maar Alco Reijngen had keurig op Jenne Waard past. En dat betekent dat Jenne Waard geen enkele kans hier om te komen. Nou, dan draait er voor het laatst en dan slaat er alles even de troeper Alco Reijngen. Ja, want dan weet er dat er het helle had, want hij kan de finish in één keer rennen. En dat kan Jenne Waard net. Schumar van boven en dan show je met het verhaal ik beneden. Van de winnaar van Joert van het Zielen in te rennen. En hij heet Alco Reijngen en de bemanning van Jereveen. Ja, we zitten hier echt te genieten hè, van de beelden. En zeker ik Harmen, want broer ziet ze die zielt ik mij op het Jereveen. Nou, feest om boord bij het schoetje van het Jereveen. En dat is logisch. We zetten de zaken even op een rietje van Joert. Jereveen wint, dat is duidelijk. Jenne Waard, tweede lang waar we treden. Waard zijn vierde, Grauw vijfde, Ljouwert zegde, Sande is de jouwer. Op het achtste plak eindigen Akrem, de Lemmerwaard njogende, de Zuidwesthoek het ziende, Drachten alfde, tolfde de hele mannen, Tretje de Huzem en Snits die verleer Joert zijn protest tegen Akrem of oorsom. Der wie een protest situatie. Snits het dat verlen, die het dus viertje strafpunten. En dat brengt me bij het algemeen klassement. Johannes Meter van Langwaar stiet op het eerste plak. Dat vinden we mooi voor hem. Jenne Waard, twadde. De Jouwer tredde. Grauw vierde. Akrem vijfde. Het Jereveen zegde. Waard zijn stiet op het zonde plak. Op het achtste plak. De Lemmer. Starem. De Zuidwesthoeken. Njogende. Tziende. Ljouwert. Snit stiet nou op het elfde plak. De hele mannen op het tolfde. Drachten tredjende. En Huzem. Sluiterij op het viertjende plak. Dus hier is echt een genietje Harm van die beelden. Ja, dat vind ik mooi. Ja, ik ken die jongens. Ja, Sietse die er aan boord zit en Alco, ja, de echte zielmaat. Hartstikke mijn zielt. Ja, dus dat is Jean-Claude hier als vorig hier. Vind ik het echt geweldig dat die man de Joert zijn trainer zielt hebben. Ja. Dat vind ik prachtig. Ja, Jok het dan net, hier is er net nek op zitten worden. Nee, bewuste keuze. Dus kleer, dat moet je net janken. Dat net is jongens zijn. En, nee. Ik vind hem wel prachtig van die man. Ik ben echt heel erg blij. Want ik praat een soort met iets. Maar ik weet ook wel hoe dat vorig jaar wat gong is en zo. En, dat is net leuk. En dat je dan laatste wordt met het scootje, de scootjes is ze dan. Hè. Ja. En dat is dan wel kloten. Maar dat ze dan ook samen omkomen, dat vind ik prachtig. Ja, dat doet me heel erg goed. Ja, het wie duidelijk te merken, Sippie, van Harmen. Ja, maar ik vind het ooit wel een scherf als de size. Het is een hele bewuste keuze van Drachten. Ja. Wat is dat dus uit? Nou ja, goed. Jeroen die belde me op een gegeven moment. In 2013 is het al leuk weer. Ja. Hij zei van, Harmen, ik heb eigenlijk een adviseur nodig. Zo is dat ik dwaan wil. Ja, dan denk ik even naar van, waarom komt je in gods naar bij mij? Wie zo, ja, ik heb vertrouwen in die en we bellen een soort en hebben het erover en we zitten wel op in je lijn. En dan? Nou ja, dan ga je oerstag. Nou ja, dan praat je met je huid en dan zie je van, huid, zo en zo. Altijd dwan. En dan heen naar zwager Heldert, die zielt op de Zuidwesthoeken. Altijd dwan, jong. Prachtig, ja. Leerst van. Nou ja, dan. Dan pak je dat op ja. en dan doe je dat. Kom we ver straks ik nog wel even hoe verder. Volgende dadelijk praat ik even met Dijma. Maar mat het even hoe die wedstrijd nog verder hebben. Want ja, het is zo spannend. Vooral die finish. Alhoewel het dan uiteindelijk Jereveen toch is die het redelijk makkelijk wint. Maar ik denk dat we die beelden. Ik heb een Sippie. Ja, dan ben je natuurlijk twee wedstrijd. Vlak voor die finish. Dat ben echt twee wedstrijdzielen. En wij zijn het liekje pad voor dikje wel scherpe jachtjesielen. Zat ze daar aan de gang binnen. Hield hij maar weer draaien en draaien. Dus de eerste shirt dat hij draait, de oren draait mij. En natuurlijk, Jereveen, maar Alco Reijngen, die ziet in de goede positie. Dus ja. die Dutsum hield het maar weer aan. Kan het er dan ik nog misgaan voor nou, je? Het zou misgaan kunnen, en daar wist er misschien volle meer van. Als zij daar te volle ontdraaiing gaan en de zwan hier er dichterbij west, dan wie dat een heel groot risico is. Want dat draaien, want hoeveel verliest dan wel niet? Dat is ook griezelig, hè, snelheid. Meters die je verliest, ja. Ik denk maar hij moest dit wel. Nou, hij moest het wel, ja. Dat wist je niet als optie. Ja. Van Jenne had ik natuurlijk. Die won natuurlijk het eerste plakje.
Basiel natuurlijk, ja, die wil maar proberen. Maar Alco, ik ken Alco een beetje, die lissert de kop net gek, maar als je jongen. Dus. Zullen we even naar hem luisteren? Ja, doen we. Ik wil dat hij helemaal gek was. Alco Reijenga. Hallo jongens, hartstikke mooi. Hey, super. We hadden het eigenlijk beloofd. Ja, zit maar. Dan is het zeggen. Ja, wat moet je voor zeggen? Dit is fantastisch. Dit is gewoon super. Ja. Alle lennen van vorig jaar en alle stront die je in de krij en dan doe je zulke dingen goed. Maar dit is fantastisch ploegje. Ja, dit is een droom. Op Tuuswetter, nou kiet hij vanmorgen zijn. Ja, dit is geweldig, geweldig, geweldig. Ja, ik weet het wat ik zeggen moet. Super. Ik ga de bril op. Vertel eens, dit weer wel super spannend, dat laatste stukje. Nou ja, we zijn ik wat er gebeurt, maar hij komt dus never nooit voorbij. En dan moet je alleen maar verdedigen, verdedigen. En in die rommelraking raken hij wat op een zin krijgt. Aan de koe hij wat heugen, maar wij kunnen naar UZD volle hutterassen. Ja, dan is het al simpel, dus verdedigen. En zielig voor wat je wurp bent, en dan moet ik wel voorblouwen. En, ja, dit is zo fantastisch dat het is slaat. Ja, dat is mooi internet. Ja, dat zijn hele mooie beelden. Jelle Reijenga, de huid van Alco, die er in de jerms valt. Ja, ja. En de frustratie van vorig jaar, die kwam er nou even ja, uit. Hè? Dat komt nee, er dat nou uit. Ja, ja. Ja. Ik wil toch even naar Volkert, want Volkert, daar heeft het vanuit een hele oude positie. Je bent jonge theatermaker. Ja. Wetter is die inspiratie. Ja, je hoort wel, ja. Ja. Dus wat voor inspiratie heeft al eigenlijk hier uit en hoe wie dat op dat boordje? Ja, dat weer machtig. Ja, je zit er gewoon heel dicht op het water en bij die scootjes. Nou ja, ik ken het scootjesion van de kant. Dus dan maak je het in de 4e mei of krijg even dichtbij. Maar nu zit je midden op het water. Dus dat scheelt het misschien zulke eindjes. En dan zit je haast bij het scootje op en dat bootje. Dit is weer omheen. Ja, echt. En dan just die scootjes, echt. Dat stee je net in, zat bij stil als boetensteen er dan, zeg maar. Hé, hey, maar er komt wel wat op die oude. Dus ja. Toen ze als eerste onder tonnen gong, de eerste tonnen, dan komt alles eigenlijk daar gelinkt, zeg wat er omheen. Nou, dan hou je hard beet, hè. Ja, zeker. Wie is wel een beetje bang? Nou, ik ben blij dat ik zitten bleef, koer. Maar dat was wel heel, heel mooi. Ja, ja. En er wordt het werk wel op die scootjes, hè? Ja. Ja, en vooral die concentratie. Want ik dacht van als theatermaker, dan zie je een beetje hoe die mensen daar wat onder gang binnen. Nou, ik denk dat is garage en van ja, en dit en dat. Maar dat voelde eigenlijk wel mooi. Die stil. Ja, dat zou je ook. En ik zit mij ook op het boord. En die zou op game het ook van, nou, het is wel aardig rustig op het wet. Ja. Ja. Ja, wel mooi. Ja, hoe rustig wie het bedrijf aan boord, Harmen? Want je waren een tofde joh, dat is ja. Net zo best. Je zin ik net zo goed in het algemeen nee. Klassement. Dus het won maar net echt. Nee, het won maar net echt. Nee. Want het skip luidt. Nou, het skip net. Het luidt gewoon het skip is goed. Puur van jezelf. Gewoon, ja, krijg ding net goed. Want bij de start is eigenlijk wat probleem. Wie het eigenlijk wat probleem? Wie is er het probleem? Er net bij binnen en Joet ik eigenlijk. Op zich zitten we op de goede plak, alleen er waren wat insluiten. Dus ja, nou goed. Dan maar zei het leidt net aan het skip. Leidt het dan bij een geen team? Ja, zeker wel. Ja, natuurlijk ben je een team. Alleen ja, op het moment wil het gewoon even net. Nou, clear. Krijg de verkeerde keuzes? Ja, misschien ik wel. En morgen is er weer een dag. Dan beziek je het gewoon weg. Dus we laten het moet zakken. Hem dan ik? Ja, zeker. Ja? Ja, tuurlijk. Maar leidt het dan op jij? Want Dobby is de adviseur. Nou, Dobby is degene die steeds met de strategie bepaalt. Nou, ik denk misschien leidt het ik wel op een bepaalde... ding om mij, maar we zijn een team. Dus Shippy is de hard guy nou, ja? Het lijkt net alleen om mij, we zijn een machinaal. Dus we doen het machinaal. Nee, maar dat denk je natuurlijk wel. Wat is het nou? Waar zit het lek? Ja, nou ja, goed, dat moeten we uitvinden. Ja. Maar dat komt clear. Stel je voor morgen, dan zien we een wereldwedstrijd en dan bidden we bij en dan is al je werk Hosanna. Het is ook net dat we in Sakana zitten of zo, helemaal net. Maar beter als dit. Dat is een duidelijk ding en dat gaat er gebeuren. Maar je staat nou het feestteam uit Jereveen.
Maar of bist je in droevenis? Nee, absoluut niet. Ja. Ik, nou ja, als je dat binnen, dan zit het dat terug en dan neem je dat weer mooi naar morgen. Dus dat maar absoluut niet. Absoluut, dit is best. En morgen is weer een Sippie, ik wil ook nog maar daar even een snits hebben. Want ja. Nou, die krijgen ook weer 14 strafpunten in de broek. Ja. Het is net het hier van snits zo'n nota. Nee, zeker niet. Nee. Heeft al een idee? Nee, met het geen uit? Idee. Ik heb ik helemaal niet met Douwe praten. Dus nee. Ik heb geen idee. Maar dat kan natuurlijk. Ik vind dat het gewoon net rint. Nee. En als je een beetje onfatuurlijk binnen, nou in snits of in grauw gong het al net goed. Nee. Ja, dan heb je misschien een min begin. En van de midden wie er los van die 14 strafpunten, wie er hele mooie street. Hele mooie street tussen de twee Douwe vissers, hè? Precies. Grauw en snits. Dat heb ik in beeld. We zullen het hier. Ja, ik heb hier echt op het puntje van de woord zitten van hoe komt dit? En dan mij is een mekoor ik net, hè? Nee, ze mooi hier rompte Jan eigenlijk. Of zo min mogelijk rompte Jan. Hij mat hebben wel rompte Jan. En dan, maar hij pakt hem wel. Hij pakt hem. Ja. Dus dat deed het goed. Nou ja, hoe het precies met dat protest. En het is juist dat het protestvlagje daar al in hangt. Ja, dus in een jadere situatie. Ja, nou hoe dat nou precies zit, dat weten we net. Maar nee. De street is. Full. Nou, maar reken niet maar dat het er net zo heel fijn op boord is nou. En zeker nou net, want ze zullen erop praten van jongens, wat is er nou aan de hand? Waarom wil het net? Ja. Hè, want de Douwe Vissers die ik bekend als de man van de teambuilding, het coaches aan. En precisie, hè? En precisie. En alles in regie horen wollen. Ja, en nou is het even net zo, maar misschien wist het ook. Ja, als je met je nieuwe formule is het natuurlijk al je dichter bij me kwam. En we zijn het gekmachinaal natuurlijk, dus iedereen gaat vooruit en iedereen beziekt vooruit te komen. Jij en wat, met een ego-coaching en zo, die zit nog ook voorin. Ja, het komt gewoon... concurrentie. Ja, natuurlijk, tuurlijk. Ja. Dus wat ik krijg, ik zou... Er is ontwikkeling. Ja, natuurlijk. Als je bij de staat net bij binnen, dan heb je gewoon een probleem. Maar dan is het gewoon moeilijk als vrotten om erin te komen. Ja. Dat kind tot een plakje 4, 6 of zo. Wacht, maar dan houdt het van heel soort houdt het gewoon op. Want dat is gewoon zo. Dus het valt net uit. Nou, wat mij ook opvalt is dat het. Dus als de ontwikkeling. Nou, er is ontwikkeling. Ja. Dus juist ik hoe spannend het voor iedereen is. En dat die emoties ik zo heen zitten. Hè? Dus die ontlading, Joert bij Alco, juist bij Gerhard. Iedereen die belibbert het wel zo intens. Ja, dat is en dat komt ik omdat men de zo'n soort ontdekt om goed te scoren. Ja. Dadelijk praten we verder. Maar we hebben fans, hè? En die terg je en verg je wij. Alle dagen door wij de quiz. En Joert is dus kandidaat Abel Sandbergen. Of hij een soort van scootjesiel wit, dat weet ik net. Maar hij zit wel op een mooie skip. La vierie en soms par de vie. Goedemorgen. Goedemorgen. Simone. Abel. Goedemorgen. Abel Sandbergen. Joert, waar het hoort. De quiz. Ja, ik antwoord in het Nederlands. Ja, dat is helemaal net erg, hè. Dat kunnen wij ik verstaan. Weet je een soort van scootjesilm? Want je hebt wel een prachtig skip. Ja, iets groter dan een scootje. Maar... Ja. Dus ik weet dat een scootje niet langer is dan dit. Nee. Maar wat... En meer? Ja. Wat weet je meer van het scootjesiel? Dat we ISKF hebben en SKS. En dat SKS het echte zeil is, geloof ik. En dat er 14 meedoen. En wat vier van het scootjesiel? Ja, dat is een belevenis in Zwitserland. Mensen komen ervoor. Ja. Ik heb een groep Amerikanen aan boord nu. Die zijn hier vakantie aan het vieren. En die willen hier om 2 uur zijn. Want het scootjesiel, dat moeten ze meegemaakt hebben. Scootjesiel is internationaal. Scootjesiel is zeker internationaal. We binnen benijd. Hoe het Abel het er al brengt. Abel, bist er klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Oké, daar komt ie. Vraag 1. Hokker meervoudig SKS-kampioen had zijn dochter Dini als adviseur op het scootje. Douwe Visser. Yay! Het is goed, Abel. Ja. Vraag 2. Een van deze drie skippers wie in het verliezen net bemanningslid op het scootje van Snits. Gerhard Pietersma, Dirk-Jan Reijenga of Albert Visser. Waar wie net bemanningslid op Snits? Dirk-Jan Reijenga. Het is goed! Vraag 3. Albert Visser is nu skipper op het Leemster scootje. Maar hij begon zijn carrière als skipper lykwijls op een oorscootje. Op welk scootje? Grauw. Dat is nou jammer. Maar Abel, ik moet zeggen, dost het net min 2 punten. Ah. En dat kinder nog meer worden. Nou, want daar geven we de knoop.
Het is de Mazworp, maar slipsteek. Ja. Ja? Dan even één keer voor. Dat is hem. Oh, Ebel. Dat wil wel lukken, denk ik. Ja. Ik zou die al in het wedstrijdbordje zetten. Wacht even, Ebel. Start. Yeah! Oh ja, dat is 3 seconden. Sneller als mij bijna. Het is 6,0 seconden. No. Ebel. Kijk aan. High five. Ebel. Die moet naar 3 punten. 3 punten, kijk aan. 3 punten. En oh, maar de goede vragen erbij, is dat al 5? Het kunnen dat zien worden als Ebel de prognose goed heeft voor deze dag. Ebel, waar wint er goed? Ja, ik kan eigenlijk niet omheen om gewoon Wout Sven te zeggen. Klaas doet daar ook mee en dat heb ik hem beloofd dan voor hem te juichen. Dus, Wout Sven. Wout Sven. Nou, dat is nou spietig. Dat is net goed. Dus Ebel bleef op 5 punten staan. En hij vindt het heel leuk dat ik hem zo neem. Mijn lieftallige assistent Vince hing het even op dat Ebel nou de koprenner is in het klassement van de Scootsfan. En trouwens Albert Visser, wie de skipper van Drachten, voordat hij op de Lemmer ziet. En zal ik nog één keer zeggen wat de prijs is? Nije wieke vreet op de Snitser maar, op Disse maar. Maaie jo, maai elke lok wat volk het juwet maai maken het. Dan kennen jou dus het scootjesiel van heel dicht bij Bezen. En je kun je nog op, Jan. Doch het gauw. simmer@omroepfriesland.nl als jou denken dat jou Ebel verslaan kunnen. En dat brengt mij op het volgende partier. We hebben de wedstrijd al helemaal tron aan. Volkert Oost heerlijk op dat bootje mooi west. Maar wat doet dat precies eigenlijk als theatermakker? Ja, als theatermaker ben je altijd bezig van welke voorstelling kan ik mooi zien. Want dat zit natuurlijk, en zat bij hem het scootje in het bloed zit. Ja, zo zit dat theater mooi bij mij in het bloed. En nou, een paar mannen vrienden, toen ontstond er een idee. En vanuit een camping, en die zit midden in de Weerribben, bij de Kap van Overijssel. En die mensen die zeiden van... Nou, wij willen in de zomervakantie wel wat entertainment hebben. Nou, dat kan, dat is het beste. Ik denk, yes, hartstikke mooi, geven we. En dan hebben we een hele voorstelling bij ons maaien zien op een rondvaartboot. Nou, die vaart dan op de voorstelling zo mooi door de weer hebben binnen. En die voorstelling, die gaat oer? Ja, oer het wetter, oer de natuur. Er komt zelfs een kok komt er voorbij die de koffie en thee inschenkt. En dat is echt van alles wat. Hè. Dat werd ik al wisselt met muziek van 2 muzikanten. En ik word er als Friese theatermaker zijn er nog een act bij. Hè. Ik denk van, je zit er wel in de weer hebben. Nou, dan moet er even een linkje, even een Friese iets moet er even tussen en zitten. En dat waar? Het scootje zien. Maar natuurlijk. Sure? Het scootje zien. Ja. En toen mochten ze door Juwet Mai. Ja. Nou, heeft hier een... conculega's zitten, dat is Harmen Brouwer. Want... Hey, jongen. Ah, goeie. Ja. Want Harmen, doe bist scootjeman, ja. Maar de heeft ik die toneel première ja. Debuut mooi maken. Doe speelde het in Skippersbitter. Ja, klopt. Een stik oer het scootjesiel in het ramptek van Santigier SKS. Ja. Dat ook het goed begrepen met 2 generaties moet kunnen treffen. Ja. De jonge skipper, ik mag je aannemen dat zo dat best. Ja. En een oudere skipper. Ja, dat gun ik hem net. En wat is de essentie van dat stik? Ja, de essentie, het gaat over... wat is dat dan, een essentie? God, wat ben ik een slecht persoon. De kern. Oh, de kern. Ik ga nou als een gieter, of niet? Waar gaat het over? Nou, het gaat over... het zijn 2 mannen die ontmoeten elkaar op een lemmer bij de pier, bij het scootstation. En die reisje op een gegeven moment maal elkaar in Peter. Nou ja, goed. En dan komen ze over het scootstation, over hun leven. En dan komen ze erachter dat ze misschien toch wel meer met elkaar van dwaande hebben dan dat ze bij de tanken. Yeah. In dat verhaal gaan wij ik uitstapjes maken. He, want we zien nou het scootje zien, daar op papier. En dan zien we ik om de sterren en Willem Meets, maar oh, skipper van de Lemmer. Oh, Willem Meets, maar nou. En hup, klaar weer zo, hup, wordt het theater ombouwd. He, en dan zielen we zijn op een scootje. Oh, nou, dan doen we dat. En we spelen nog 2 oude bepjes in
in een bejaardentehuis. Nou, dat is ik weer. Nou, diegene die vond het prachtig op mijn scootje en die leefde op mijn scootje, vond het machtig mooi. En Orly vond helemaal niks. Ja. Die, echt verschrikkelijk. Het, nee. Dat, maar hoe is dat om acteur te wezen? Nou ja, het is eigenlijk mijn allereerste keer. En ja, dat is een heel avontuur weer om het samen te zien. Vanaf januari ben we al onderrepeteren. Maar het stikskip is beter. Wat mijn oomke Bert werkte eigenlijk mijn spieljes kreun had. En ja, goed, dan. Dank de roeister erin, hè? Dat is twee fantastische spielers en een fantastische of een hele goede speler, een fantastische regisseur en een jonkie die eigenlijk nog alles leren mag. Ja, dus, maar ja. Doet wel eigen wie is wat in de nou, van die man. Ja, klopt. Ja, ja. Op een gegeven moment krijg je een eigen willetje en ja, je wil het perfecte doen. En ja, het wat oppakt, het is net de leeuwen. Dus, ja. Maar wist wat ik eigenlijk wel bijzonder vind, door vast, hè? Door bist skipper. Ja, klopt. Dus ja. Je hebt net tot de week een beetje tijd om wat te repeteren. Hoe doe je dat dan? Nou, we binnen, ja, die man die komt met mij aan boord. En die twee keer in de week op maandjes en woensdienst. En dan vast en, ook gewoon trok? Nee, dan lees ik het skip deel, we hebben dan ik lezen en dan komt die man aan boord. En dan boord. Niet en dan mooi in de hoek. Ik heb een soort inspiratie op baan vanzelfs. En dan oefenen we daar en dan repeteren we daar. En dan s'nachts om ongeveer ervaar ik voort. Want ja, je moet het schip maar zo wel weer op de eerste dracht naar Schoenburg of Bad Eiland hebben. Dat op de eerste absoluut. Ja, en scootjes zien we niet natuurlijk geweldig voor verhalen en toneel en ik theater. Ja, absoluut. Er is zoveel verhaal. Ja, het wat. He, en als je bijvoorbeeld theater maakt, dan moet je eigenlijk het echo ding hè die iets hè die je rijdt. Precies. Ja. En nou, dat kan van alles wijzen, maar het is heel belangrijk dat je wel wat kiezen wat nou, ongeveer iedereen iets van al weet. Ja. Want dan wordt het een herkenning. Maar met jezelf, ik rijd je, denk ik. Precies. Ja, want dat is goed je ziel, daar heb je het over. Ja, het lijkt. Het luidt helemaal in mijn stretje. Dus het is voor mij ik wil. Het luidt dicht bij mijn head. Ja, het luidt dicht bij mijn head. Dus ik kan me er helemaal inleven. Ik wil absoluut nog een keer zoiets doen. Maar als ik dan bijvoorbeeld een hutfietser met spelen, dan wil ik eerst een week lang maar zo'n man mooi rennen. Want ik wil echt het perfecte eruit halen. Dat wil ik gewoon, want dat is gewoon zo mooi. Het moet zo dicht bij je is dat je dat je heel hard erin lezen kennen en dan bam, dan keer je die energie erin lezen. God, Sippie, wat een passie hebben wij hier op dit tafel. Is echt geweldig en door jou is ik heel erg gewoon dat het van je, of je hele lippen draait eigenlijk om het scootjesheel. Ja, hè? Klopt. Waar ik wel benijd naar ben, is dan, omdat dat dan ik spielest, dat die cultuur nou weer oors beleefd en dat ik oors naar just. Nou, ik hield altijd al een beetje dat ik wel gevoelig ben voor het oude, zeg maar. Ja. Nostalgie. Ja, nostalgie. Je moet er wel weten wat wij maar bezig zijn. Het scootjesjong, dat is hartstikke mooi hoe we dat je door, maar het komt ergens wel en dat maar in je hol hebben. Het komt uit je ziel. Die historie, denk ik. De historie, dat speelt altijd een rol. Ja, ik speel dit stuk, ik draag dit stuk ik op om al wat de skippers, om de meesten die jetten iets op die scootjes rotten en scrapt hebben, echt. Ja. De, van die, mijn pakers en mijn hoerpakers en van al die oren, ja, dat vind ik echt. Het is echt fantastisch. Nee, ik zou haast mensen tussen het noordje wollen van we gaan op internet verder, maar helaas, dat kan even net. Nee, want we zijn al bij online, maar Sippie, wij zijn nog net bij Skippers Bitter West. En mensen thuis, die kennen daar ik nog hinnen. Een reprise. Ja, dus Harmen, wij zijn ze daar, wij komen. En ook in het thuis, zie je het op Skippers Bitter, dan vind je het echt op Google. Maar. De Noordersmederij.nl. Hoppakee. Harmen, maar wij hebben nog een minuut voor Volkert. Ja, oh jee. Volkert, het zien inspiratie opdienen. En dat komt er nou in één boost uit. Stel je voor, ik ben een cameraman. En ik maak het scootjesjong. Opnemen voor elke lak, want die wil dat het heel gevaarlijk is. En hoe gevaarlijk, hoe beter. En als cameraman sta je dan op zo'n speedboardje en dan maak je die scootjes, je maakt je geweldig in beeld. Hè. Nou, wat heb je nodig? Een driedelig ruimpak. Die luidt Simone, moois betiet in de boordkleer en die zei dan, de verdwaal trouwiert. Tweede ding is een reddingsvest, want dan versoep ik net.
En nummer 3, dat ben Charbon, omdat het heel niet giet. Dus dan ben je cameraman van Omroep Friesland en dan sta je daar in die boot en dan komen die scootjes, die komen daar om die tonnen heen. En dan sta ik mijzelf zo mooi in feest in die Charbon en ik heb een camera van 5 kilo op een recht. En de golven die slaan om in holle heen en dan ben ik heel blij dat ik dat draaienpak van Simone on heb. En zo kan ik die scootjes mooi filmen en mooi deel zetten. Nou ja, en had je hem de beelden zien, dan in mij dat beladen slag. Super! En dat is mooi. We worden uit van dit prachtige scootjesnaal. Mon 20 graden en een windkracht 3 uit het noordwesten. Op lang waar, dan ben we er weer. On mon!